van de nacht krijg ik van Stefan, van Christian, een mailtje van het is helder, we gaan ervoor. En dan in de loop van de avond komen de eerste afbeeldingen bij mij binnendruppelen. Dus waar ik daar komt de Dropbox voor, dus dat wordt heel makkelijk om grote bestanden op die manier uit te wisselen. En die bekijk ik thuis op mijn machine en installeer ik voor projecten. Dat is het instrument wat we daarvoor gebruiken, de 60 cm sheet van Visistetto. En zoals ik zei, eens de twee maanden hebben we dit instrument ter beschikking. En we hebben net in oktober eigenlijk de eerste grote run sinds ik hierbij betrokken ben gedaan. En daar zijn dan een aantal ontdekkingen uitgekomen. Hoeveel precies kan ik op dit moment nog niet helemaal zeggen. In ieder geval één, er heeft er eentje al in de MBS gestaan, maar daar komen we meer van. Dat heeft te maken met de manier waarop wij werken. We spelen eigenlijk vaak een beetje vals. Wij proberen de grote surveys net voor te zijn en die gebieden die hun over een week gaan op de oor gaan nemen, dat wij dat net al even doen. Ja, ja. En we zijn ook nog eens heel lui. Dat doen we gewoon ieder stukje maar één keer. Dan hebben we één opname. En tegenwoordig, nu 2 jaar geleden de regels bij de NPC veranderd zijn, één nacht alles een ontdekking. Als er maar een andere sterrenwacht is die in de loop van diezelfde oppositie het object nog voor een tweede keer fotografeert. Dus wij fotograferen gewoon en we detecteren die dingen en we wachten gewoon lekker tot een andere sterrenwacht. Dat ding nog een keer doet. En gaan we gewoon vals spelen. Maar wij zijn een kleine survey, we hebben weinig geld en die grote surveys, ja, die ontdekken toch al genoeg. Bovendien doen wij nog wat anders en dat is wel van belang. Wij proberen ook die gebieden mee te nemen die de grote surveys laten liggen. Want zoals ik al zei, die grote surveys die zijn vooral actief in het band van 20 graden rond de ecliptica. En die hele hoge declinaties, die nemen ze minder mee. Omdat de kans om daar wat te ontdekken heel klein is. Er zijn niet veel objecten met een heel hoge inclinatie. Dus vanuit een kostbatenperspectief laten ze dat er een beetje liggen. Wij doen dit wel. We hebben de afgelopen run in oktober hebben een aantal malen zelfs op declinaties tussen de 70 en de 80 graden zitten imagen. De kans dat je daar op tegenkomt is heel klein. De opnames zijn helemaal leeg, er staan alleen maar sterren en sterrenstelsels op. Er staat helemaal niks te bewegen en doorgaans op. Maar mochten we daar een keer wat tegenkomen, zijn het wel heel interessante objecten. Want dan heb je het over objecten met hele hoge inclinaties. En voor een belangrijk deel zijn dat ook nog de hoeken waar meer ultra-afgebieden nogals heel verrassend opeens uit tevoorschijn kan komen. Er zijn daarnaast ook nog de soort van declinaties waar je misschien kunt denken dat er ook nog als een komeet tevoorschijn zou kunnen komen. Dus dat is toch ook nog steeds iets wat een. Hier hopen dat we ook wat comedie mee gaan. Nou, dit is een voorbeeld van de opname van afgelopen oktober. En opnieuw, dit is maar een klein deel van de hele opnames. Dit zijn grote professionele CCD's van meer dan 4000 bij 4000 pixels. De werkelijkheid is niet helemaal echt vele malen groter. En hier scroll ik langzaam door om te kijken of er bewegende objecten tussen zitten. Ja, per opname kost je dat tot maar snel 20 minuten. Nou, deze twee met rood aangeduiden, dat zijn bekende kwantumfieden. Dit is een permanent nummer zelfs. Dit is een voorlopige aanduiding uit 2005. Maar er staan hier ook twee bij die niet geïdentificeerd zijn. Hier gaat deze. En hier gaat deze. Nou, dit is wel heel toevallig twee bij elkaar. Dat gebeurt ook nog niet iedere keer, maar wel interessant. Nou, het feit dat ze niet in de publieke baankatalogus staan, dat wil niet zeggen dat dit ook echt nieuwe ontdekkingen zijn. Zoals ik al zei, soms. Wanneer een object maar een kort waardeniveau heeft en lang niet zwaar genomen, 5 of 10 jaar niet zwaar genomen, dan worden onze keurigheid zo groot dat de tijd weer uit de catalogus wordt gehaald. Vaak blijken dit soort detecties van het eerste gezicht nieuwe objecten te maken, dus in praktijk geen nieuwe ontdekkingen, dan blijken er toch wel 1 of 2 detecties van andere sterrenwachten te zijn. Maar er komen ook objecten tegen die wel degelijk nieuw zijn. Van de afgelopen lunaties zijn er dus waarschijnlijk al een aantal. Tenminste één heeft in de FX gestaan. Er zijn er wel even meerdere. Dat we even de komende paar maanden afwachten. Nou, even de. Ja. Het grappige van deze opname is dat we allerlei andere dingen ook bewegen. De eerste volgende driehoekje. Is dat nou echt? Sorry, het is deze, wat je zegt? Die driehoekje daar van de laatste tijd boven. Dit is een reflectie. Dat is wel een reflectie. Ja. Ja. Dit soort systemen gaan niet voor de mooie plaatjes. Nee, dat snap ik. Het gaat er puur om zo goed mogelijk grensmacht toe te halen. En sommige van die systemen hebben ze gewoon met interne reflectie. Het kan ook wel eens heel vervelend zijn, want het kan ook wel een valse reflectie opnemen. Zelfs dit is een professioneel instrument, maar het heeft dus wel van dit soort beeldfouten, omdat het zo maar eens te doen. En verder geldt hier ook weer,
goed CCD is dat er dus ook allerlei beeldartefacten in de CD ontstaan. En met name zoals een gradient backsheet kun je voorkomen. Je kunt dus ook op allerlei dingen geven gewoon bruis. Wat dat betreft moet je dus ook een goed oog hebben voor dit werk. In eerste instantie ook op het oog al goed onderscheid weten te maken tussen voor een hot pixel of de gradient back en dan echt gewoon het wielen. Dit is natuurlijk ook wel hoe je meer opnames maakt, dus een mooie serie hebt en ook kan kijken van ja, gedragen dit zich wel goed. Als het plan dat je het moet gedragen, als je random ruis hebt, dan springt het alle kanten op. Zeg maar, dat zie je hier ook, dit gaat niet mooi in een lijntje, maar deze wel mooi in een lijntje gaat. En dan nog moet je oppassen, want soms kun je nog door een fout. Dit is waarom het eigenlijk van belang is dat je een object dus over meerdere nachten waarneemt. Pas dan weet je echt zeker dat het niet zit. Nou, even de statistieken van hoe staat het erbij tot dusver. Wie de hele lijst van ontdekkingen wil zien. En ik update hier ook iedere keer dat mijn moeder is als mijn provider. Dat is dit webadres s4islandgroep.org. Daar staat deze lijst op. Op dit moment in vanuit Spaceforces en meer Earth Asteroid Detect. In de NIDA-archieven 55 megabels objecten en Trojanen. En sinds deze zomer nu de eerste ontdekking met gebruik van remote telescopes. Ja, van Konkoli kan ik het nog niet precies zeggen hoeveel er zijn, maar tenminste één waarschijnlijk meer. En dan kom je in totaal 61 plus kwantificeren. Nou, van die ontdekkingen hebben we inmiddels 34 permanent nummer. Dat zijn allemaal uit het project. En permanent nummer wil zeggen dat het object dusdanig vaak is waargenomen over een aantal jaren dat de baan net goed bepaald is. Bijdragen, dus die zijn er gewoon voor altijd verder. En ik heb er 7 inmiddels ook een naam mogen geven. Dat is ook wel heel leuk, waarbij ik wil dat toch speciaal houden, dus ik kies voor namen die van mensen die ook echt wat echt verdienen, die wat neergezet hebben, en in dit geval mensen die ook voor mij persoonlijk nog wat betekenen. Koen Schotten, een eerdere van de Beeldprijs laureaat, daar heb ik gelukkig 1 jaar kunnen noemen. Klaas Jobsen, ook een bekende Nederlandse amateur en wat mij betreft misschien een goede toekomstige van de Beeldprijs van de Stefan Koerti is een Slovaakse amateur waar ik dus heel veel mee samengewerkt heb en die op een gegeven moment zo aardig is geweest om een van zijn ontdekkingen naar mij te noemen. En ja, toen voelde ik mij toch wel verplicht om dan een van mijn ontdekkingen ook maar naar hem te noemen. Ik moet zeggen, zo gaat dat ook wel een beetje in planetarische wereld hoort. Soms een klein beetje van ijskretje hoort, denk ik. Maar heb je er ook geld voor gedaan? Als mensen, ik krijg wel geld geboden van mensen. Van ja, kun je die klant die naam noemen en daar je voor. En dan zeg ik van opgoedelen, absoluut niet. Maar het mag ook niet. Er zijn sowieso een aantal hele strikte regels. Het gaat ook eerst naar een commissie van de IAU. Moet daar allerlei regels voldoen en dan pas worden. Pierre Nijder is een bekende satellietwaarnemer uit Frankrijk. Nestor van het satellietwaarnemer, want ze dingen. En Van Winford zijn twee van mijn smaakjes gehouden. Wow, Nederlandse arts die in 1891 op Java de eerste Pithecanthropus erectus, die Homo erectus heeft ontdekt. De Java-mens, de voorloper van het moderne mens. En een van mijn helden, hij is degene die het vak bepaalde had. Louis Winford, was een hele bekende Amerikaanse archeoloog die voor de ontwikkeling van het veldarchief heel veel gedaan heeft en vorig jaar helaas overleden is, maar nog net een jaar voor zijn dood heb ik toch wel even meegekregen dat ik een object naar hem genoemd heb. En hij was toen al ernstig ziek en op de te gaan, maar ook wel heel erg vereerd daarvoor. Met heel veel plezier, ik heb een man zelf ontmoet en ik had een bijzondere herinnering aan hem. Heel veel plezier dat ik nog net voor zijn dood dit heb kunnen doen. Die mensen die daar die naam hebben gegeven, krijgen die familie of die mensen dan daar informatie over? Eigenlijk niet. Het wordt gepubliceerd in de Mind of Planet Circulars. En de ontdekker en degene die de naam voorstelt, dat is meestal de ontdekker, die belicht me dan meestal de persoon in. En in mijn geval geef ik al die persoon ook inderdaad, behalve die kwam in 1940 dood, maar wel zijn familie. Met zijn nazaten heb ik ze wel de informatie gegeven. Ik geef ze meestal ook de ontdekkingsopname en de gegevens van de planetoïden. In dit geval, als het gaat om ontdekkingen, van de ontdekkingen in de archieven, is de
Als je gaat kijken naar hoe het geregistreerd wordt, de NPC, staat er als ontdekkingscredit, staat daar gewoon niet. En dat heeft ermee te maken dat dit eigenlijk een groot archief komt en een groot project is. En dan wordt het niet echt aan individuele personen toegewezen, maar aan het hele project. En dat betekent dat ik deze naamgeving ook via het niet-project heb laten lopen. Ik heb deze namen voorgesteld aan de mensen van die hebben namens mij gevoorward naar de IAU. Gelukkig wil die daar aan meewerken. Dan nog even statistieke, wat voor soort objecten zijn het dus. Er zijn binnen het plantwiedegordel allerlei families en groepen. Nou, dat is een beetje de verdeling. Dit zijn natuurlijk vijf hoofdgroepen. En er zijn nog wat speciale families. Je kunt een aantal flora-familie ontdekken. Jupiter-Trojanen natuurlijk. En inmiddels is het aantal objecten al zoveel dat je iets van de structuur van een plantwiedegordel ook in mijn data gaat zien. Door mij ontdekte objecten die eigenlijk drie stroken zo gaan. Dat zijn eigenlijk hoofdklassen in de plantwiedegordel met Kirkwood, Gers en Lussen. En zo die beginnen zich al een beetje af te tekenen. Maar verder is het begin van sommige families. Hier twee Antibulgaria's bijvoorbeeld. Dit clubje hier zijn is de Flora-familie. En ook de Trojanen hier in de baan van Jupiter vallen natuurlijk erg op. Nou, waar bevinden ze zich? Dit is een baanpoortje van alle vondsten vandaag, waar ze zich vandaag bevinden. Ook hier vallen de Trojanen of in het Lagrange van 60 graden in Terro. Nou, dit is de huidige spreiding van alle objecten. En het onderste geeft een poortje van op dit moment van al deze objecten de afstand tot de zon en de afstand die naar boven hebben we de elliptica. Wat je heel makkelijk kunt zien is dat daar waar de planeten allemaal redelijk in hetzelfde vak zitten, eigenlijk van het ieder voordeel gewoon vrij amorfe wolk is het best wel ver dan boven onder het ecliptica vlak uit te strekken. Nou, dat was eigenlijk de presentatie.